Het is vandaag zondag 10 maart. 2 jaar geleden hebben wij de sleutels gekregen. In de vorige verhuisvlog is natuurlijk al online gekomen dat we al wat dingen laten zien. Maar deze verhuisvlog wordt epic. We gaan echt veel dingen doen. De komende tijd gaan dus de vakmannen eigenlijk vooral dingen doen. Dus dan wordt het echt mooi. En het is dus vandaag zondag. Ja, het is 8:30 en ik ben al klaar om te gaan. Het is verschrikkelijk. Laat me even weten of jij dit ook had of hebt toen je een huis hebt gekocht. Of uit huis ging of kamers ging. Ik was vanochtend op zondag om 6:30 wakker. En dat heeft geheid te maken ook met dat ik gisteren dus heel vroeg eruit ging. We waren om 7:00 al aan het klussen. Maar ik werd wakker en ik zit met mijn hoofd alleen maar in het huis. Maar op een positieve manier. Dat ik denk, oh, ik wil er gewoon zo graag nu heen. Het voelt gewoon nu al zo goed en fijn. Toen dacht ik, nee, het is zondag. We gaan niet om 6:30 nu mijn bed uit. Maar ik kon niet meer slapen. Ik dacht alleen maar, ik wil er heen, ik wil er heen, ik wil er heen. Dus ging ik maar TikTokken tot 7:30. Nu net even gegeten, klaargemaakt. En denk ik, ja, waarom ook niet. De Sander die slaapt nog, hij is thuis. Hij heeft een feestje gehad en ik ben weer helemaal fresh and fruity. Dus ik ga er lekker heen. Ik ga jullie meenemen. Op zondag gaan we eigenlijk niet heel veel doen. Want we willen ook een beetje de rustdagen voor onszelf behouden. Maar kleine dingen. Dat vind ik hartstikke leuk. En vindt hij ook leuk om te doen. Dus we gaan nog wel wat dingen vandaag doen. Ik neem jullie mee. Moet nog even naar de Action. Die gaat pas om 12:00 open hier. Dus dan ga ik even naar het huis. En dan weer terug naar de Action om wat dingen te halen. Neem ik jullie ook mee. Dus ik neem jullie gewoon weer gezellig mee in deze verhuisvlogs. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want de komende dagen, tijden, komen alleen maar verhuis- en huisdingetjes. Organize, clean video's, alles komt eraan. Mocht je het leuk vinden, upload ik real-time op zo, Instagram. Dat is knushuis53. Dat is ons huis Instagram account. En daar ben ik best wel actief op. Dus daar zie je wat meer. Oké, voor ik ga wil ik nog even wat laten zien aan jullie. Want ik heb weer een nieuwe goodiebox gekregen. En dit keer is het roze met blauw. Mocht je het niet weten, ik heb dus een maandelijkse samenwerking met Goodiebox. Ik krijg hier niet voor betaald, maar ik krijg dan producten opgestuurd. En dit is echt fantastisch. De vorige box is echt goed bevallen. Ik gebruik de producten heel veel. En bij jullie is het ook goed bevallen. Want normaal betaal je ongeveer 25 euro per maand. Dus, en dan krijg je een soort box met 7 producten erin. Een soort unboxing idee voor jezelf. Met beautyproducten en skincare producten. Via mijn link, ik zal hem even in de beschrijving zetten, krijg je 50% korting op je box. Dus betaal je €12,48 per box. Dan krijg je 7 producten van verschillende merken. Ik ga laten zien wat er deze keer in zit. Je krijgt dus... Zo, mijn keel. Je krijgt dus altijd nog een briefje. En vet schattig met een stickertje. Dus, hè... Influencers krijgen altijd leuke pakketjes opgestuurd. Maar je kunt het ook gewoon voor jezelf afnemen. En dan is het voor jou ook elke keer weer een verrassing wat je krijgt. Oeh. We hebben een... Wat is dit? Een S voor je... Voor je... Voor je, voor je kont? Coffee scrub. Oh my god. Oké. Okay. Grappig. Dan een haarborstel. Oh, hier ben ik heel blij mee. Dit zijn van die hele fijne haarborstels. We hebben een glow mask van Balance Me. Heel chill. Lip Desire lipstick van Isadora. Oeh, dit is wel een mooie kleur. Hier, we hebben weer een leuke kwast. Goud. Is dit ook weer van, ja, ook weer van Nirei. De blush powder brush. Terre Mars, dat ken ik niet. Shampoo. Oeh, shampoo. Deze ziet er goed uit. En het laatste product is een... bananenpoeder. Oh, dat gebruik ik. Dat vind ik chill. Toevallig is mijn er dus bijna op. Mijn bananenpowder. Dus dit komt goed uit. En ik ben ook onwijs blij nu al met de borstel. Ik zal hem even haarvrij maken. Want toevallig had ik zo'n borstel. Maar die is gebroken. Dus ik gebruik hem nu telkens gewoon even zo. Maar nu heb ik een nieuwe. Heel chill. Dit is ook precies een beetje dezelfde soort. Dus... ja, dit is top. Hier ben ik echt heel blij mee. En even kijken. Ik heb hier trouwens verf. Gaat er niet af. Oeh, wat een mooie kleur.
Dus dat zit er in de goodiebox van deze keer. Je krijgt dus 6 full-size producten en 1 extra product. Via mijn link krijg je dus 50% korting op al je boxen. Dus ik zou het even in de beschrijving zetten. Ik ga nu lekker naar het huisje toe en ik neem jullie gezellig mee. Goed om te weten trouwens. 12,48 dus met mijn link. Anders was het ongeveer 25 euro. Maar de waarde van deze box is 107,50 euro. Dus deze kan weg. En deze kan erin. Kijk trouwens hoe mooi en lekker zacht deze kwast is. Heerlijk. Nou, en deze schatjes gaan uiteindelijk ook mee. Maar waar we ze in de tuin gaan neerzetten qua plek weten we nog niet helemaal. Lekker te chillen, Simba. Ja, hey lieverd. Nou, ga je likken. Uh-oh. Is Nala een beetje hormonaal? Ze hebben trouwens nu, ik weet niet of je het goed kan zien, bij de Hornbach prachtige kleden in actie. Dus die heb ik daar vandaan voor in de slaapkamer. En die daaronder is wat groter. Die is voor onze woonkamer van de Quantum. Ja, ook heel mooi. Maar ik moet even de toilet, inbouw, reservoir en wc-pot meenemen. Dus dat ga ik alvast doen. We zijn er! Ik heb al gelijk even gekeken bij de dingen die ik gisteren heb zwart gespoten. En daar in die vlog heb ik ook verteld dat we, als het niet goed uitpakt, gewoon goede zwarte dingen al bestellen, zeg maar. Of kopen. Maar we hebben dus van die, heb ik van mijn zus gekregen van haar verhuizing, die had ze over, 2 van die toiletrolhouders met zuignappen. Nou bleef dat niet plakken. Wij hebben hier toiletrolhouders met schroeven. Dus ik dacht, weet je wat? Ik spuit het gewoon zwart, die we hier gewoon al hebben. Mocht het niet mooi zijn, kan ik altijd nog die ik van mijn zus heb gekregen, zeg maar nieuw, met zuignappen proberen. Maar dat werkt gewoon niet zo goed, zuignappen. Maar het ziet echt super goed uit, dus ik denk dat dat niet nodig is. Hier zie je heel erg mooi al de rondjes die zeg maar op. Hieronder zitten dan de schroeven van de toiletrolhouder om het vast te schroeven. Dus dit is echt perfect gelukt. Dus daar hebben we er 2 van. Nou, en dus deze hendeltjes voor op zolder. Die hadden ze al. En die waren echt heel erg lelijk wit. En het volgende projectje, wat ik nu even wil doen, is in de wc. Want we hebben eigenlijk alles afgehaald voor de stucador, zeg maar. Maar deze zit helemaal rauw. Of hoe noemen ze dat? Ze hebben vroeger dit te vaak geprobeerd, waardoor die hele schroef, zeg maar, blokkeert. Dus hier kun je niet meer bij die schroefjes. Ze hebben gisteren met allemaal geprobeerd dit eraf te krijgen, maar dit hele schroefje is zo vaak aan gepield dat dat niet meer kan. Dus wat ik ga doen, wish me luck. Ik bedoel, schijn je toch overheen stukken. Mocht het mislukken, maakt het niet uit. Maar ik ga het even goed afplakken. Dan ga ik hier gewoon zo spuiten. En mocht het mislukken, kunnen we dit eraf slopen, want ze gaan hier toch nog stukken. Dus dat geeft niet. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb van Sander geleerd nooit duct tape plakken op muren en zo. Het liefst schilderstape. Dus dat heb ik hier. En deze tape, vlek verwijderbaar. Kijk, dat hebben we hier ook gebruikt. Duct tape kan gewoon op stofjes en dat soort dingen. Maar als je de vloer raakt, deze tape. Want die krijg je er goed af. Nou ja, dat heb ik geleerd. Dus ik ga gewoon deze gebruiken, denk ik. En deze, I don't know. Ik ga gewoon een beetje plakken. In ieder geval niet met duct tape. Dus dat is wel chill aan dit soort dingen. Dat kan ik dan beter nu doen. Zo mocht het dus wel mislukken. De stucador moet er toch nog bij. Dus dit wordt hier zo allemaal nog gestucadoord met betonsiren en zo. Dus, ik haat dit soort dingen aan tape. Maar mocht het dus ernaast per ongeluk gaan, dan geeft dat eigenlijk niet. Ik wil het natuurlijk wel strak en goed doen. Dus het komt helemaal goed. Dit soort precieze dingen, dat kan ik wel. Ik vind sowieso klussen heel leuk. Alleen, ik ben niet zo heel handig. Maar ik vraag wel altijd als iemand iets doet, hoe doe je dat? Bijvoorbeeld heel stom. En misschien kijk je dit en denk je, meid, hoe weet je dat niet? Maar zo'n peer ophangen. Ik ben dan gewoon benieuwd, hoe doe je dat? Ik vind dat gewoon interessant. Mocht ik het zelf ooit willen doen.
Maar je hebt dus stroom. Kabels, nou, stroom altijd uitdoen en dan doe je dus blauw aan blauw en die zwarte aan zwart. Dat is op zich wel logisch. Nou, en dan heb je licht. Dan heb je een peertje aangesloten. Maar ja, dat zijn van de dingen moet je toch even weten. En op zich logisch, blauw bij blauw, zwart bij zwart. Maar wil je het toch even weten, voor je het zelf gaat proberen en het niet goed gaat. Nou, dom gelul, ik ga plakken. Oké, ik heb dit echt heel erg strak gedaan, dan zeg ik het zelf. Top. Nog iets hier meer omheen doen en dan ga ik het gewoon spuiten. Voilà. Je had kunnen denken, goh, waarom plak je dat af? Het wordt toch overheen gestuukt. Dus dan zie je dat zwart toch niet meer. Maar ik wil het gewoon zo doen. Beetje autistisch. Dan is het gewoon alsnog netjes. Oké, ondertussen heb ik even wat uitgemeten. De bedoeling in ons hoofd was eigenlijk hoe ze het hier ook hadden al. Aan deze lange wand, de tv, dus dat is hier. En dan hier zo, dus die stoel even wegdenken, dan heb je hier de deur. Maar dan hier zo die L-vorm, maar dan andersom, qua tv-meubel gaan we maken. En dan 3 meter lang, dus dat loopt heel lang door, want het is een hele lange wand. Dus dat zou betekenen dat daar dus, als je hier zit, heb je daar dus die tv-vorm tot daar. Dan hangt hier je tv. Ik heb dus even gemeten qua bank en kast. Want hier komt een buffetkast. Dat is deze soort van. Maar dan 4. Zo. En dat komt dus hier. Dus die heb ik even gemeten. De bank is van daar tot daar. En die hoek loopt tot daar. Dus dat is echt prima. Dat kan. Maar ik zat opeens te denken. Hier, deze heeft deurtjes. Deze. En die deurtjes moeten open. Nou, we hebben gekeken dat dit deurtje is 60 centimeter. Dus heb ik net mijn liniaal of mijn meetlint erbij gehad. Stel, hier zit zeg maar dat deurtje. Nou, ik heb dus met de meetlint even gekeken. Dan kan die dus niet open, want dan heb je de bank. Dan stoot je tegen de bank aan. Dus dan zou de bank nog meer naar voren moeten. Maar dan kom je hier niet uit. Want daar is de ingang. Dus dat wordt nog heel even kijken hoe we dat gaan doen. Natuurlijk, als er meubels komen, kunnen we het echt goed bepalen en neerzetten. Dus dan moet ik heel even, daar moeten we nog even naar kijken. Maar mijn vader zei, wat nou als je de bank hier doet? Toen dacht ik eerst, nee, nee, nee. Maar toen dacht ik, wacht. Dan zou je die buffetkast, die witte, hier zo kunnen doen. Die komt uit. Ik heb even een streepje gedaan met mijn nagel. Tot hier. Zo. Dat is precies zo. Dus dat valt hier mooi voor. En dan zou je de bank, dan heb je hier doorgang. En de bank begint gewoon dan hier. Dan kijk je die kant op. Dan heb je daar de tv. Dat zou dus echt perfect kunnen. Want dan maak je die 3 meter lange tv-meubel dus hier gewoon door. Dan trek je hem door. Het enige maar, want eigenlijk past dit perfect. Enige maar is die L-vorm. Deze. Want als we, die zouden we links willen doen, maar als je die links doet, dan blokkeer je het licht. En ik vind juist dit ruimtelijke heel erg mooi. Als je hem rechts doet, kan wel. Maar dan stopt hij dus hier. Wacht, wacht, dit ga ik even opmeten. Oké, even gemeten. Dan stopt de tv-meubel op tot dat rolletje daar. Dus dat zou kunnen, want dan heb je hier dat ding zo. Dan heb je hier nog wel het mooie licht. Dan heb je achter je zo een kast, heb je een mooie doorruimte. Dus ik zit mijn vaders overweging toch even goed te overwegen. Mijn vaders overweging goed overwegen, goed verhaal. Maar het enige is, dan heb je hier dus een kast. Nou, die Billy Ikea kast is niet diep. Dat ga ik nu even opzoeken, hoe diep dat ding is. Hier, ik heb even onze bestelling erbij gepakt. 40 keer 28, kijk, 28 centimeter, dat is niet diep. 28, dat is letterlijk tot daar. Dat is tot daar. Dus, oké, ik weet niet of jullie mijn verhaal nog begrijpen. Oh, dat is misschien wel beter. Dan heb je maar zo'n stukje daar. Kast.
Ik dacht, dan kijk je als je hier staat zo tegen een kast aan. Maar het is maar 28 centimeter. Dat is helemaal niet zo heel veel. Dat is mijn voet. Wat zeg jij? Aan die kant een tv-meubel met daar de L. Dan heb je hem hier open. Hier die L met die boekenkast, zeg maar. Is 28 centimeter, dus dat is maar dit stukje. Dus als je er tegenaan kijkt, zie je daar maar een stukje kast. Tot zo. Daar de tv. En de bank loopt dan tot hier. En dan heb je die open, want we hebben zo'n bank. En dan heb je hier de hoek. Dus heb je wel hier een hoek. En dan heb je hier precies zo'n buffetkast. Hier komt de eettafel. Misschien is dat wel beter. Anders zouden we dus hier de kast hebben. Begint hier de bank. Hebben we hier de hoek. En dan doen we daar die tv-meubel. Maar dan heb je dus dat die deuren van die kast niet echt goed open kunnen. Het enige waar ik dan mee zit, is dat je dus hier straks die L hebt van de bank. Ik wil niet dat als je binnenkomt, dat je gelijk denkt, bam, bank. Als je daar die L had gehad zo, is het wat openlijker. Maar goed, dat zien we wel. We kunnen altijd nog wisselen, maar dat is even wat er in mijn hoofd nu opgaat. Goed, brainstorm sessie verder. Hij is heel erg mooi opgedroogd. Ik ben hier heel blij mee, dus ik ga nu de tape eraf halen. Mocht het dus op de tegels zijn gekomen, dan is hier een beetje. Is niet erg, want hier wordt dus overheen gestuurd. Maar dit is wel een satisfying momentje. Nou jongens, hoe strak je het nog afplakt. Dit is waarom je altijd dit soort dingen er dus af moet halen. Maar ja, wij hebben geluk dat hier gewoon... Oeh, het is nog een beetje nat hier. Dat hier gewoon overheen of hiernaast helemaal strak wordt gestuukt. Dus het maakt niet uit, want deze tegels gaan dus toch weg. Maar als dat zo straks helemaal strak is gestuukt en helemaal mooi is, zeg maar zo. Ja, dan is dat helemaal top. Wat een beetje schoonmaken wel niet kan doen. Tadaa! Kijk nou, helemaal mooi geworden. Ook ons behangetje is binnen. We hebben dus artsenbehang. De monsoon. Geen idee. Maar deze, het is zo'n mooi behang. En deze komt in onze bijkeuken. Kijk, dit komt dus daar. We krijgen dus tot de helft inbouwkast zoals je hier ziet. En dan dat daarboven wat hun daar houten vis gaat hebben. Dat wordt bij ons deze artenbehang. Ik vind het zo'n mooi behang. Het is een beetje met zo'n textuur, beige. Echt prachtig. Dus dat komt hier. En dit wordt allemaal verder wit. Dus dat wordt echt super strak. Wat ook nog wel een tip is. Wij hebben dus gelijk hersluitbare zakken gehaald. Want we kwamen erachter dat we natuurlijk per ruimte dingen bewaren. Bijvoorbeeld het toilet beneden. Zoals de rol en de handdoekhouder. Dan kun je dat per ruimte hierin bewaren. En dan raakt je het overzicht niet kwijt. Hier bijvoorbeeld het raam van de logeerkamer. Nou... En dan de badkamer elementen. Dit is zolder. Hier is de zolder deurknoppen. Hier hebben we nieuwe deurknoppen voor. Maar even nog bewaren. En dit zijn de bovenverdieping deurknoppen. Dus ja, dat zijn van die dingen. Dan heb je dat gewoon allemaal bij elkaar. En zo ben je straks niet alles kwijt. En ga je het ook niet door elkaar halen. Dus dat is een tip van ons voor jou. Good morning! Het is vandaag de volgende dag, maandag. En het is weer tijd om een dagje te klussen. Ik ben op maandag altijd vrij. Super chill. Dus ik ga weer aan de bak. Kom net van de tandarts. Controle gehad. Was helemaal goed. Ik sta nu voor de action. Ik moet namelijk nog even wat halen. Namelijk een spray, spuitverf, spray, verf, whatever. En twee deurklinken heb je hier ook gewoon van die zwarte deurklinken voor de zolderkast. Even kijken, wat moest ik nog meer? Dus ja, ik neem jullie weer gezellig mee een dagje. Vandaag gekomen en mijn schoonmoeder en mijn schoonzus en mijn zus. Dus super fijn, die hulp. Dus we kunnen weer tegenaan. We moeten namelijk nog wat dingen doen. Ik kom hier niet voor, maar... Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik heel mooi. Zal ik het doen? Waar moet ik dat houden dan? Ik weet het niet. Ik laat hem voor nu staan. Hier hebben ze radiatorverf en gewoon een spray. Dus dat neem ik ook mee. Ik zal thuis even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. En hier zijn de deurklinken die wij nodig hebben. Deze.
is daar ook twee van nodig. Kijk, en deze, ook heel handig en mooi wit. Zo, ik denk ik haal even voor twee dingetjes. Ga ik even naar de Action. 50 euro verder. Ik heb een nieuwe bak gekocht voor de koelkast. Want daar is mist er eentje, dus hebben we er weer één. Ik heb een anti-slipmat, want wij gaan de vriezer en de koelkast, bierkoelkast in de schuur op elkaar doen. Dus dan doe ik dit ertussen en dan ben je zeker dat het vast zit. Deze, want dit ga ik zo van je laten zien, een mandje. Nou, twee van die deurklinken dus voor zolder de kast. En dus nog allemaal spraypaint. Radiator wit, radiator zwart, gewoon wit. Want in principe, alle stopcontacten hier zijn al nieuw. Dus dat is echt heel fijn. Alleen de zolder stopcontacten niet. Dus die zijn vergeeld. Dus die wil ik even wit sprayen. Voor de rest zijn de radiatoren ook allemaal al wit en nieuw. Dus echt super chill. Daar hebben we echt wel mazzel mee. Alleen die van de zolder dus niet. Dus die van de zolder is ook vergeeld. Dus die wil ik dan gewoon sprayen. Ik bedoel, dus de zolder maar prima. En in de badkamer hebben we wel een lichtschakelaar. Alleen nog geen stopcontact. Heel apart. Dus een elektricien gaat daar nog een stopcontact maken. Dus ik dacht, dan heb ik gelijk hier ook een wit doosje zeg maar voor. Zo'n omhulsel. Dit soort strakke stopcontacten hebben we eigenlijk door het hele huis. Die zijn echt zo mooi. Dus dan is deze voor in de badkamer. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik heb gehaald. En dit vind ik wel handig denk ik. Want we hebben hier dus een straks onze kapstok. En ik wil eentje gebruiken. Oké, dit ziet er niet uit. Wat dacht ik? Waar je sleutels in kan doen. En alle mandjes zijn zo groot met zo'n lus. En ik dacht, hier kun je het gewoon doorheen steken. Maar of dat nou... Het is op zich wel handig. En dan heb je daar jassen. Dan zie je dat ook niet echt meer. Nou ja. Ik weet het nog niet. Ik laat even hangen. Joh, ik vind het even goed. Ik zie wel of ik dat zo hou. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Of ik moet hem zo doen, dan steekt het minder uit. Dat is beter. Oh ja, dit vind ik denk ik wel geinig. Ik vind het wel handig. Misschien hou ik dat nog wel aan het wit. Maar goed, prima zo. Eventjes voor nu. Dan heb ik mijn oude kluskleren nog mee, want ik slaap nu telkens bij Sander en hij woont hier een straat verderop. Ik woon in een andere dorp, dus dan kan ik gewoon hier telkens heen, moet ik niet eerst helemaal naar huis. Dus dat leg ik in het voorraadhokje neer. Kijk, deze kan ik dan ook sprayen, want ik vind het zonde om helemaal zo'n ding te halen, een nieuwe, voor in het voorraadhok. Dus kan ik net zo goed deze gewoon sprayen. Zo. En verder heb ik dit van huis meegenomen. Dit had ik dus allemaal al gespaard, zeg maar, en bij elkaar gezocht. Dit is het tuinkitje. Maar ik heb ook gelijk deze meegenomen. Want laatst hadden we al een pleister nodig. En toen dacht ik, ja, dat heb ik niet mee. Dit is zeg maar ons EHBO-kitje, zeg maar. Super handig, deze stalen dingen van de Action. Dit had ik al thuis helemaal geordend. Dus dit zet ik ook even in de voorraadkast. Mocht iemand het nodig hebben, hebben we hier dus van alles staan. Before. After. Oké, je bril op, anders zie ik niks. Even kijken hoe het is gegaan. Oh, met de gespoten items. In de schuur. Ja, toppie. Dit is het haakje voor de toiletrol. Nou, we zijn mooi. En wc, toiletrolhouder. Mooi. Kijk, dit wordt straks mijn kantoortje. Ik heb al even opgemeten hoe breed dit is. Want hier precies zo bovenlangs. Helemaal een breedte op mijn bureau. Super chill. En we hebben dus nog wat behang over. En deze lijkt heel erg op die van Arte. Vind ik ook echt een hele mooie. Een beetje zo'n linnen textuur. Dus of we doen deze aan de buitenkant. Hier zo, zeg maar. Of, wat nu grijs is, dat ik dat doe. Of dat. Moeten we nog even kijken. De rest gaan we namelijk gewoon stukken. Dus het wordt sowieso glad. Dus dat. Nou, wederom. Ik ben de video aan het editen. En ik zie dat hij geen einde heeft. Maar dat komt omdat ik hem telkens weer doorvlog.
En de rest van deze video, van deze verhuisvlog, ga je in de volgende verhuisvlog zien. Want het werd echt veel te lang. Er is onwijs veel gebeurd. Ik kijk nu deze beelden terug en dan denk ik, oh, de zolder is hier nog niet eens gestuukt. Het is nog helemaal oudbollig. Dus er is onwijs veel gebeurd. Dat gaan jullie allemaal zien in de volgende verhuisvlogs. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze verhuisvlog. Vond je het nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je dus niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want dan ga je de andere verhuisvlogs ook zien en niet missen. Echt leuk. Helemaal leuk om te zien. Nou, zin om jullie mee te nemen. Bedankt voor het kijken.